Ja, Jeremy, een tweede die overwinning op Ajax. Dat had je vanmorgen niet durven dromen, of wel? Nee, zeker niet. Ze speelden met ja, aardige selectie. Hebben ze sowieso wel. Dus, ja, we speelden de eerste helft, ja, vond ik zelf heel goed. En, ik scoorde dan de 1-0. Daarna kregen we heel dom de 1-1 tegen. Was een beetje slecht oplettendheid bij een ingooi. Maar daarna maakten we snel de 2-1. En ja, dat was wel dik verdiend, vond ik zelf. Ja, want Ajax speelde met een paar namen. Kan je er een paar opnoemen? Soort spelers die je echt in de selectie meestal kan meedoen? Ja, je hebt die, ja, die gewoon op de bank zitten dan. Boer als keeper. Van Rijn rechtsback. El Ghazi rechtsbuiten. Duarte. Ja. Genoeg spelers die ja, of spelen of vaak invallen. Ja, en jullie winnen nu van dat soort spelers. Dat moet enorm veel vertrouwen geven, of niet? Zeg je? Deze overwinning moet enorm veel vertrouwen geven, of niet? Ja, zeker weten. Want ja, we hebben tegen Excelsior hadden we ook al een goed resultaat. Dus ik denk dat de Eredivisie ons wel, wel ligt. Ja. Zo zijn jullie ook beter tegen wat sterkere tegenstanders? Ja, misschien is het voetbal ook heel anders. Omdat je bij Jupiler League heb je heel veel 1-op-1. Dan heb je weinig ruimte om echt te voetballen. En hier is het meer, ja, laten ze je toch opbouwen. En dan, ik denk dat wij dat wel, wel goed kunnen, ja. Je werd heel geheimzinnig gedaan over dit duel. Wanneer wist jij dat dit duel überhaupt gespeeld zou worden? Vanmorgen pas. Ik vond het ook wel raar, maar ik denk dat het vanuit Ajax gewoon zo was. En ja, het is heel mooi als je zo verrast bent dat we tegen Ajax moeten. Ja, en dan winnen jullie zelfs. Was het gewoon wel echt een verdiende overwinning, hè? Ja, zeker. Vooral op basis van de eerste helft. Speelden we heel goed. Tweede helft was ook wel redelijk goed, maar ja, toen gingen hun iets meer druk zetten op ons, dus kwamen wij niet zo makkelijk in ons spel. Maar het is niet dat hun ja, veel kansen hebben gehad of zo. Dus het was wel goed van onze kant. Waarom denk je dat Ajax dit besloten deed? Hadden ze een bepaalde tactiek, een andere tactiek? Of wat was er aan de hand? Nee, weet ik niet. Ik denk dat ze misschien ook niet met supporters wouden. En veiligheid. Ja, veiligheid denk ik. Dat je dan te veel moet gaan regelen met politie en al die dingen. Maar ik denk dat dat het is, ja. Is dit een boost voor het zelfvertrouwen? Ja, ja, zeker weten. We hebben nu 2 goede wedstrijden achter elkaar gespeeld. En ja, op naar zondag. En nu in de competitie nog. Daarom, zondag moet het gebeuren.